President Desi Bouterse is gisteravond aangekomen in Antigua en Barbuda, waar hij zal deelnemen aan de zesde topontmoeting van staatshoofden en regeringsleiders van de CARICOM en de Republiek Cuba. De Surinaamse delegatie is op de Johan Adolf Pengel luchthaven opgehaald door een Antonov-vliegtuig van de vliegmaatschappij Cubana, welke speciaal is ingezet voor het ophalen van diverse regeringsleiders uit de regio. Deze vergadering tussen de CARICOM en Cuba wordt voorgezeten door premier Keith Mitchell van Grenada als voorzitter van de conferentie van CARICOM-staatshoofden en de Cubaanse president Raúl Castro Ruz. Deze bijeenkomst markeert ook het 45ste jaar van diplomatieke betrekkingen tussen de CARICOM en Cuba. Er zullen regionale en mondiale vraagstukken met een focus op klimaatverandering en rampenbeheersing worden besproken. Het is de bedoeling dat er ook een Memorandum of Understanding getekend wordt met de Caribische Organisatie voor Rampenbeheersing, CDMA, die een nauwere samenwerking tussen de lidlanden voorstaat. President Bouterse zal gedurende dit bezoek aan Antigua en Barbuda verschillende ontmoetingen hebben met regeringsleiders uit de regio. Hij zal van gedachten wisselen over de beoogde verdere versteviging van bilaterale relaties. De regeringsdelegatie keert morgen naar Paramaribo.